Slecht nieuws voor kleine bedrijven in ons land met een Nederlandse Amerikaan als eigenaar. Zij krijgen opeens te maken met een belastingheffing, de toll tax. Het is bedoeld voor grote Amerikaanse concerns zoals Apple, waarvan Trump het vermogen wil terugbrengen naar de VS. Maar zeker 1000 ondernemers met een dubbel paspoort, die zijn daar de dupe van. Ik heb ooit als baby 2 weken in Amerika gewoond. De bedoeling was dat ik in Nederland geboren zou worden, maar mijn moeder kreeg complicaties in de zwangerschap en we mochten niet meer vliegen. Maar iedereen die geboren is in Amerika, die is automatisch Amerikaans staatsburger. Bent u daar blij mee? Vroeger wel. Vroeger was ik er heel trots op. En de laatste jaren is eigenlijk meer een nachtmerrie. Hier heb ik vroeger als kind in New York mee gespeeld. Hartstikke oud. Ja? Dit is hartstikke oud. Ja, ik ben ook al heel lang in Nederland. Dit was het nummerbord van mijn vaders auto. En die werkte voor Buitenlandse Zaken. Daar ben ik in New York geboren. Accidental Americans worden ze genoemd, per ongeluk Amerikaan. Ze ondernemen hier, betalen hier belasting, maar ieder jaar ook duizenden dollars aan Amerika. De toll tax van president Trump komt daar nu overheen. Voor wie is die toll tax bedoeld? Voor grote multinationals. En wordt hier nu goed uitgevoerd? Nee, natuurlijk niet. De heleboel maaien ze mee. Wat kan de toll tax u gaan kosten? Nou, als het, zoals ik zo lees, het gaat om tienduizenden euro's. Een oude wet zegt dat iedere Amerikaan, waar die ook woont, belasting moet betalen in de Verenigde Staten. In Nederland gaat het om tienduizenden mensen die geboren zijn in de VS, een Amerikaanse vader of moeder hebben en mensen met een green card waarmee je mag werken in de Verenigde Staten. In 2010 tekende Nederland een verdrag met de VS om zwart sparen en belastingontduiking tegen te gaan. Alle bankgegevens van Amerikanen worden nu gedeeld. It's time to invest in our country, to rebuild our communities and to hire our great American workers. President Trump gaat nu een stap verder. Hij wil Amerikaanse bedrijven teruglokken naar de VS. Ze mogen allemaal hun vermogen belastingvrij invoeren, maar ze betalen eerst een bedrag, de toll tax. We want to bring back trillions of dollars in wealth that's parked overseas. Dat houdt in dat grote bedrijven in Amerika 15% betalen over de winst die ze in het buitenland hebben geparkeerd. Denk aan Facebook, Google, Apple. Apple maakt er al dankbaar gebruik van door meer dan 200 miljard terug te halen en 40 miljard aan belasting te betalen. Maar deze regel wordt ook toegepast op mensen met een Amerikaanse nationaliteit. Hij betaalde de afgelopen jaren ook al heel wat belasting in Amerika. Met zijn bedrijf helpt hij nu anderen. Want het zijn alle ondernemers met een Amerikaans paspoort die geraakt worden. Er gaan zeker bedrijven aan kapot, zien wij nu. Er zijn mensen die medewerkers moeten loslaten en anderen die met de handen in het haar zitten van hoe ga ik deze rekening betalen, want die hebben dat geld helemaal niet op de bank staan. Het is namelijk zo dat het gaat om opgebouwde winsten in je onderneming sinds 1987. U wilde eigenlijk een bedrijf beginnen nu? Ja. Maar? Nou, dan durf ik niet, want ik weet niet wat me dat gaat kosten. Het is veel te groot risico. Ik realiseer me nu dat als jij eenmaal in dat systeem zit, en dat systeem is, je bent eigenlijk bekend in de wereld, want de banken hebben je gegevens en de Belastingdienst in Nederland en de Belastingdienst in Amerika, dan kunnen ze doen met je wat je wil. Als ze een nieuwe wet bedenken, dan ben ik de sigaar. Nou, het is wel opvallend dat die hele wetgeving eigenlijk die Obama is gestart en Trump nu verder mee gaat, eigenlijk letterlijk één op één is overgenomen door Europa. Dus het is allemaal ingevoerd, banken houden zich eraan, mijn rekeningen werden bijna afgesloten. Dus ja, het is verbazingwekkend hoe Amerikaanse wetgeving gewoon geïntegreerd wordt in Europa. En dat vindt ook D66-Europarlementslid Sophie in het veld. I don't want to hear any pretext anymore, hiding behind legalistic arguments. This is crap. Wat mij het meest raakt is dat mensen hier eigenlijk in de steek worden gelaten door hun nationale en hun Europese overheden. Ze bijt zich er al jaren in vast, stelt het aan de kaak in het Europees Parlement. Mensen met zo'n dubbel paspoort moeten worden beschermd, vindt ze.
Europa moet minder bang zijn voor Amerika. And what the commission is doing here is just, you know, whenever the United States say jump, the commission will say, oh yeah, how high? International relations every single time take precedence over the rights of citizens. De wereld verandert. De Europese Unie is steeds meer ook een politieke unie aan het worden. Dat moeten we gebruiken om ja, de belangen van onze eigen burgers beter te behartigen, voor hun welzijn te zorgen. En ja, we zijn bondgenoten en vrienden van de Amerikanen, maar naast elkaar op gelijke hoogte. Hè, de tijd dat wij de junior partner waren is over. De Amerikanen geven ook duidelijk aan, America first, dat zij vooral voor hun eigen belang gaan. Nou, dan moeten wij ook voor onze eigen belangen zorgen. Ik vraag om een vuist vanuit Europa naar Amerika toe. Dit kan gewoon niet. Ik ben hier gewoon geboren. Ik ben niet werkzaam in Amerika. Ik heb daar niet gewoond. En mijn belastinggeld gaat gewoon naar Amerika toe. Er vloeit gewoon geld uit de economie van Nederland naar Amerika. En dat kan gewoon niet. Wat betekent het nou eigenlijk als je in één keer zoveel moet ophoesten? Ja, dat geld heb ik natuurlijk niet op een spaarrekening staan. Het geld komt uit het bedrijf. Dat is geld dat ik eigenlijk gereserveerd had bijvoorbeeld om hier een nieuw dak op te zetten of om een 3D-röntgenapparaat te kopen. Dus het is geld wat eigenlijk bedoeld is om de Nederlandse zorg beter te maken. Ja, om je eigen bedrijf te investeren. Ja, en niet om aan Trump te geven. De toltax gaat hem raken. Hij was net te laat met het opzeggen van zijn tweede nationaliteit. En hier heb ik dus helaas langzamerhand dan het Renunciation US Citizenship voor papierwinkel. Gomez gaat het wel nu doen. Duizenden euro's betalen om zijn Amerikaanse paspoort te mogen inleveren. Ja, ik hoop elke keer op het laatste moment dat er nog iets gaat veranderen. Maar dat denk ik niet als ik zie de reacties die ik uit Den Haag kreeg. Ja, als je dus afstand wil doen van het Amerikaanse staatsburgerschap, moet je daar flink voor betalen. $2,350 om precies te zijn. Bovendien kan de Amerikaanse fiscus soms ook nog een exit tax opleggen.